De wereld om ons heen verandert. Als sociale dienst Drechtsteden werken we samen met de 7 Drechtsteden gemeenten en onze samenwerkingspartners, zodat elke inwoner zelfstandig en volwaardig kan wonen, werken en meedoen. We zijn vernieuwend en zoeken steeds naar de beste oplossing. Mensen staan bij ons centraal en samen gaan we steeds de uitdaging aan. Dat doen we in coronatijd zo. Ik ben Gerben Haasbos, ik ben directeur bij het Buurtservice Team. Het Buurtservice Team is 30 jaar geleden opgericht samen met de gemeente Dordrecht. Door mijn vader. En een werkgelegenheidsproject was het. Een sociale onderneming met het doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in het arbeidsproces te krijgen en te laten reïntegreren. Dus we doen veel groenvoorziening, dus denk aan voor plantsoenen, het onkruid verwijderen voor gemeentes. We doen schoonmaakwerkzaamheden, we hebben een afdeling specialistisch reinigen, dus graffiti verwijderen, hoge druk reinigen. We leveren wat mensen in de glastuinbouw en we leveren ook beladers, dus dat zijn jongens en meisjes die achter de vuilniswagen staan. Ik ben Jeroen Kampsteeg, ik werk bij Baanbrekend Drechtsteden als accountadviseur. Baanbrekend is een belangrijke schakel binnen de sociale dienst. Als het gaat om kandidaten die uiteindelijk uit gaan stromen naar werk, gaat dat via onze afdeling. En ja, in mijn rol ben ik veelal in gesprek ook met de bedrijven om te kijken welke kansen en mogelijkheden er zijn om uiteindelijk de stap naar werk te kunnen zetten. Ik was net als iedereen vol spanning wachten we de persconferentie af. En ja, toen kwam het nieuws dat de horeca dichtging. Ja, en dan schrik je wel even. Ja, als ik kijk naar grote veranderingen aan het begin van corona, was dat vooral de onzekerheid bij veel werkgevers. En ja, dan praat je natuurlijk over werk en werkgelegenheid. Nou, dat raakt ons allebei, zowel baanbrekend als de werkgever. Maar ja, onderaan de streep ook gewoon degene die daar werkt. Ja, en dan weet je niet of je straks nog wel werk hebt voor deze mensen. En ja, toen was mijn eerste ingeving van ja, ze zitten nog in de proeftijd, dus nu kan ik nog beëindigen. En daar heb ik met Jeroen uitgebreid over gepraat. Nou, als ik kijk naar alles wat er speelde, ja, dan doet het ook wel wat met mij. Omdat ja, die onzekerheid die bij heel veel mensen speelt, bij een werkgever, bij een werknemer. Ja, dan ga ik ook nadenken, wat is mijn rol daarin? Hoe kan ik daarin nog van toegevoegde waarde zijn? En ja, wat het mooie is dat juist in de dialoog met elkaar, ja, dan zie je dat je samen wel verder komt. De grootste uitdaging die wij hadden was toen de 1,5 meter samenleving werd geïntroduceerd, is van hoe gaan we het met het transport doen. Mensen vertrekken allemaal vanaf hier in een pick-up of in een busje. Ja, dan gaan we met 5, 6, soms 7 mensen bij elkaar. Dat mag niet meer. En uiteindelijk hebben we nu van die plastic spatschermen in de bussen laten bouwen, zodat we wel weer met 4 mensen, dus nog niet de volledige bezetting, maar in ieder geval met 4 mensen weer in een pick-up kunnen. Wat ik op dit moment zie is dat ik veel veranderingen zie binnen bepaalde sectoren. Wat ik mooi vind is met de versoepeling vanuit de overheidsmaatregelen dat bepaalde sectoren ook weer kunnen opstarten. We werken al heel lang samen met de Drechtsteden, met de sociale dienst, met Baanbrekend. Naar volle tevredenheid moet ik zeggen. Met Jeroen kan ik goed sparren. Ja, nu met corona werk ik veel thuis. Ja, en dat zorgt er ook voor dat je op een andere manier contact hebt met de werkgevers. Ja, dat gebeurt telefonisch of via video bellen. We hebben laatst nog weer iemand ook aangenomen via Baanbrekend. Dan moet ik zeggen, zijn ze wel thuis, maar gewoon ze nemen meteen op. Iedereen is goed bereikbaar en er wordt snel geacteerd. Dus dat is fijn om te zien dat ook gewoon doorgaat. Ja.